Hey Blokken Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video van Farming Simulator in die old streams van. Super tof dat jullie vandaag bij mij zijn. Helaas regent het nog steeds. En we gaan eventjes bemesten. Twee velden. Waar ik het vanmorgen over had. Want we moeten natuurlijk wel de officiële status hebben. Ik heb de tijd even hoger gezet en ik hoop dat, dat het weer gaat veranderen. Zodat we kunnen gaan bemesten. Oosten, sorry. Dat zal prettig zijn. Want ik wil natuurlijk wel de velden lekker... lekker bemesten hebben, zodat we goed geld kunnen verdienen. Op zich hebben we geld niet nodig. Maar het is altijd wel prettig. En misschien, ik denk dat we ook nog wel veld 29 gaan kopen qua gras. Dan hebben we twee grasvelden namelijk. Dat is toch wel makkelijk. Twee grasvelden. We hebben nu volgens mij alleen veld 28. Als ik dat zo zie. Dus die kopen we zo meteen nog ook eventjes bij. Alleen, ja, ik heb nog niet, natuurlijk niet de reacties gezien van de video van vanmorgen. Of welke maïs we moeten gaan gebruiken. Ik neem de eerste video direct op naar de eerste. Oftewel vanaf vanmorgen. Dus dat doen we de volgende aflevering. Mocht je natuurlijk nog een mod hebben, stuur ze dan op de Discord server. Of iets onder mod FS19. Je mag mij niet taggen op Discord. Dus let er eventjes op. Dat link in de beschrijving op Discord. Om daar te joinen is heel gratis. Dan neem je deel mee aan meer dan 5000 Blokken Gamers. Die gezellig allemaal op de Discord server zitten. Waarmee je samen kunt gamen. Waarmee je screenshots kunt delen. Mods kunt delen. Etcetera, etcetera. En het kost allemaal niks. Dus mocht je er eentje hebben, stuur ze in de Discord. Zonder mij te taggen, want ik zie dat allemaal wel. Want als je me tagt, dan kreeg je namelijk een waarschuwing voor. En waarom ik dat heb gedaan? Want als je constant wordt getagd, dan word je gewoon helemaal gek van. Dus dat staat ook in de regels. Maar ja, join gezellig de Discord. Iedereen is welkom. En dan kun je met andere Blokken Gamers spelen. Kun je elkaar ontmoeten, kennen. Ja, samen spelen. Mods delen. Noem maar op. Gewoon gezelligheid. Dus check even het link in de beschrijving. De Discord server. Dan gaat het helemaal goed komen. En ik hoop dan ook dat ik goed ga en dat ik niet alles mis. Want ik heb het idee dat ik heel veel mis als ik hier aan het bemesten ben. Maar dat kunnen we zo meteen wel op de kaart zien. Want er zit natuurlijk geen GPS op deze trekker. Hoeft ook niet. Ik probeer een beetje te kijken waar wij zijn gebleven. Maar het valt denk ik nog niet echt meer. Maar wij zijn dat ik nu heel veel overlap. Je kunt hem een klein beetje zien. Maar er is niks mis meer. Kijk, het wordt alweer bewolkt over 6 uur, dus dat is fijn. Dan kunnen we namelijk gaan oogsten. Nou, het veld is klaar met bemesten. Dus laten we eens even kijken of ik alles een beetje heb geraakt. Nou, ik ben hier alleen een klein stukje vergeten. Oh, dat is, zo. Dat is niet zo heel erg. We hebben in ieder geval het grootste gedeelte van het veld hebben bemest. Dan moet alleen nog veld 6 nog even. Als we die hebben bemest, dan hebben we in ieder geval alle velden die we bezitten en die bijna klaar zijn om te oogsten, hebben we volledig bemest. We hebben natuurlijk de vorige keer veld 4 erbij gekocht. Of nee, welk veld is dat? Veld 14, sorry. En die moeten wij binnenkort ook even gaan oogsten. Maar dan moet eerst de regen stoppen. Kan ik bemesten? Of werkt dat niet? Ja, het werkt wel. Het is erg lastig te zien met, met die zonnebloemen. Neem ik het nou mee of niet? Ik kan het helemaal niet zien. Ben ik het nou aan het bemesten? Volgens mij wel. Het wordt wel donker, dus dat is goed. Nou, gaan we dit nog eventjes bemesten. Hoop ik dat de tijd is doorgespoeld. En dat we kunnen gaan oogsten. Dan zit ik weer vast op een paal. Goed, ik heb de tijd even doorgespoeld. En het is gestopt met regenen. Dus als het goed is, zouden we kunnen gaan oogsten. Het is wel een beetje later in de avond. Eens even kijken. Heb ik hier. Kunnen we oogsten? Ja hoor. Maar hij heeft wel een beetje moeite mee, zie je dat? Kom op, Klaasje.
You can do it. Het is ook helemaal niet zo heel groot veld, hè. Alleen dit uiteinde is nogal groot. En de andere is een paar keer in de weer en dan is het klaar. Maar ik wil eerst even de kophakkers doen. Dus dat moet goed komen. Maar dan kunnen we dit veld namelijk ook weer gaan inzaaien. Want dit veld ervoor heeft ook kalk nodig. En mensen die zeiden als ik die Nieuw-Holland uitzet dat hij de handrem aantrekt. Dus dat wil ik zo eventjes proberen. Of dat ook daadwerkelijk zo is. Daar ben ik wel benieuwd naar. Mooi. Wacht, dan zet ik hem heel eventjes op helpen. Zal hij wel weer eventjes vastlopen. Bam. Dus als ik hem uitzet, trekt hij de handrem aan. Ja, inderdaad. Krik. Oh, dat is wel geinig. Krik. Ja, inderdaad. Dat klopt. Want dat zei, dat had jullie gezegd in de reacties. Oké, dit is het eventjes op helpen. Dan... Het regent nog steeds een beetje, maar goed. Ja, dit veld is 100% bemest. Hé, de zonnebloem is nog klaar. Dit is niet helemaal bemest. Dus ja, grotendeels wel. En dan moet ik dus eigenlijk de back voor de combine hebben. Maisplukkers. Is deze voor de Tecano? Ja. Dus dan zullen we die ook eventjes moeten halen. Maar ja, voorlopig hebben we eerst even dat koolzaad. Waar moeten we bezig zijn? Dan kunnen we eventjes de... Laten we de Fiat dan nog gebruiken. Oh. Hoe zit dat ding? Hier. Doen we deze even voor de trailer. En je hoort hem overschakelen. Dat is ook altijd wel genig. Huppakee. Nou, dan wacht even totdat het combine wat leger is. Want officieel mag ik dat normaal niet doen onder de opnames. Want ik ben even met MSI in gesprek, omdat ik jouw probleem heb met mijn schermen. Ben ik even met ze in gesprek, dus ik heb even op helpen staan. Jullie zien er allemaal niks van. Maar zodra die klaar is, dan gaan we eventjes legen. En dan kom ik bij jullie terug. Dan ga ik in de tussentijd even met MSI in gesprek. Goed, ik ben wel eventjes benieuwd, hè. Wat voor dieren zullen wij mee gaan beginnen, jongens? Zal ik daar even een polletje van maken? Zullen wij beginnen met varkens, met schapen, koeien of paarden? Waar zullen wij mee beginnen? Welke dieren? Dan mogen jullie beslissen door rechtsbovenaan op het i'tje te drukken. Tenminste, moet dat goed komen. Veld 5 is niet ons veld, dus we gaan eventjes zelf die doen. Ja, maar dit veld is... Dat heb je zo klaar. Het is een paar keer op en neer. Alleen het uiteinde, dat duurt wat langer. Maar wie van jullie heeft trouwens de Klaas DLC? En wat is jouw mening over de Klaas DLC? Nou, ik kan mijn mening over vertellen. Ik vind het natuurlijk super tof dat ik van Giants dit heb gekregen. Daar wil ik ze ook heel erg voor bedanken. Ik heb ook een award, 2 keer over een award gekregen blijkbaar. Eigenlijk hoef ik er geen tweede, dus ik ga even kijken wat ik met die tweede ga doen. Ik had het met een livestream in Twitch erover. Om die misschien weg te geven. Maar ja, dat is natuurlijk wel... even kijken, voor me wat. Maar in ieder geval, ik vind de Klaas DLC echt heel mooi. Serieus, ik vind hem echt mooi. Alleen er zijn 2 dingen... waar ik behoorlijk van baal. Dat is dat hij hartstikke duur is. Nou, ik heb het geluk dat ik hem heb gekregen van Giants. Dat is gewoon bijna de helft van de originele game. En het enige wat je krijgt zijn 40 Klaas-dingen. Vroeger met de Platinum DLC en weet ik veel wat. Kreeg je namelijk altijd. Hoe heet dat? Kreeg er ook altijd een map bij. Maar dit jaar is echt alleen Klaas-machines. Dus 20 euro is veel te duur voor wat je ervoor terugkrijgt. Dat is mijn mening. En ze zijn absoluut niet goed afgewerkt. Dat zijn de 2 hele grote nadelen wat ik vind. En wat ik bedoel met afwerken. Als we in die Klaas Arius. En je doet de kniplicht aan.
Je ziet niks op het dashboard. Er gebeurt niks op het dashboard. Een knipperlicht zie je niet. Dat je vooruit en achteruit bent, zie je niks. Dat begrijp ik niet. En dan vragen ze de verdorie nog 20 euro voor. Kom op, zegt Giants. Als je wat levert voor 20 euro, lever dan ook iets goeds af. En niet een half afgemaakt product. Zo. Ik heb gezegd. Dat zijn de twee grootste minpunten wat ik ervan vind. Verder is het heel mooi. Het is allemaal heel gedetailleerd. Alleen is veel te duur. En het is niet netjes afgewerkt. Qua dashboard en weet ik wat. Dat vind ik zo jammer. Ik snap ook niet waarom ze dat niet hebben gedaan. Dat snap ik niet helemaal. Nou ja. Nou, laatste stukje van het veld. Dan kunnen we het in de trailer gooien en dan kunnen we het opslaan. En dan staan we ook weer avond en dan gaan we weer bijna slapen. En dan gaan we de volgende keer kijken of jullie een maaier hebben die je kan gebruiken. En dan kunnen we bezig met de dieren. Nou, het veld is bijna klaar. Ah, dit is wel mooi, hè. Je kunt wel merken dat deze Klaas, die hebben we nog niet zo lang. Die heeft nog maar 0,07 uur erop. En heeft nu weer bijna 10%, of hij heeft al 11% en bloeden vanaf, nu 12%. Dus daar hou ik wel van, dat de trekkers lekker zuipen. Dat wil ik gewoon graag zien. Die trekkers die moeten gewoon lekker zuipen, dat we moeten gaan tanken. Want het is eigenlijk zo, over het algemeen is het namelijk zo, dat als jij farming speelt, dat de diesel eigenlijk, je kunt het ook wel zien, met mijn series, we hoeven eigenlijk geen enkele keer hoeven mee te tanken. Nooit, omdat die diesel die gaat niet zo snel op. Dus dat is helemaal niet nodig. En ik hoop dus met die mod, die ik nou heb geïnstalleerd, die in de modhub staat. De Increased Fuel Consumption mod. Dat ze nou wel lekker zuipen. En ik kan het wel merken, dat die sowieso de AdBlue gaat en heel stuk sneller bij deze combine. En het diesel gaat op zich ook wel lekker. Want als de machine bezig is, dan gaat hij volgens mij 300% sneller leeg. En als hij normaal aan het rijden is, gaat hij 150% meer of zo. Ik weet niet precies. Het staat wel in de modhub. Maar het is in ieder geval flink verhoogd. En daar hou ik van. Ik wil gewoon een keertje dat mijn trekkers bijna droog komen te staan. Want dat lukt nooit. Omdat die trekkers niet genoeg zuipen. Dus dat is ook een beetje het doel van deze keer. Om de trekkers lekker te laten zuipen. Nou, daar was het veld. Kunnen we hem legen. Oh. Ik had de motor niet uit hoeven te zetten. Kijk, dit is ook 0,07 nu. En die voel ik al een kwart van de tank kwijt. Dus dat gaat mooi. Dan gooien we dit in de dinges. In het ding is, in de silo ruimen we de combine op en hebben wij het voor vandaag ook allemaal weer klaar. En dan kunnen we de volgende keer hopelijk maaien en bezig met de dieren. Tenminste, dat is de bedoeling natuurlijk. Bijna 7000 liter aan koolzaad. Nou, niks mis. Kom maar Fiat, trek met dat ding. Goed zo. Dus hier neer. Inklap de ding. Op de trailer ermee. En opruimen dat spul. Woep, er tussendoor. Dat was allemaal net. Ja, deze combine is, die past precies op deze map. Misschien wat ik zeg, dat die net iets te groot is. Maar het past allemaal perfect. Ik kan hem echt gewoon neerzetten, want er zit toch een lockscript op. Pling! Ideaal. Ideaal. En we moeten gewoon altijd die Klaas trailers gebruiken. Want er zit tenminste een lockscript op. Dat is wel makkelijk. Verkeerde knop. Zo, en dan gaan we nog even slapen. Is mooi geweest. Yo, yo.
Joot! Oh. Verkeerde klakson. Jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video van Farming Simulator 10 The Old Streams Farm. Hopelijk hebben jullie genoten. Als je succes mag je dan belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!